de wolkenwereld. Wolken, hoog boven in de lucht. Wat zal daar zijn? Wie maken de wolken? En waar komen ze eigenlijk vandaan? Als je heel goed kijkt, van heel dichtbij, dan zie je dat wolken worden gemaakt door ontelbaar veel slimme kleine mannetjes met zwarte hoedjes. Zij maken de wolken en wonen samen in de wolkenwereld. Bij Rosa thuis. In het bos, achter een grote heuvel, woont Rosa met haar vader en moeder. Het bos ligt ver van de grote stad waar al Rosa's vriendjes wonen. Daarom is Rosa vaak helemaal alleen. In het bos is niemand om mee samen te spelen. Rosa droomt ervan om in de grote stad te wonen, in een groot huis met heel veel vriendjes, auto's, speeltuinen en een heleboel winkels. Gelukkig kan Rosa elke dag in het bos spelen. Overal groeien mooie bloemen en bomen. Elke dag plukt Rosa bloemen die ze in haar mandje stopt op haar rug. Als ze dan iemand tegenkomt, kan ze daar vriendjes mee worden. Voor elk vriendje één bloem. Met al deze bloemen in het bos kun je een heleboel vriendjes maken. Misschien is er wel iemand in het bos. Eindelijk iemand om mee samen te spelen. Om een spannend avontuur mee te beleven. Het bos. Wat zal er vandaag in het grote bos te vinden zijn? Achter het huis in de tuin loopt een pad naar het bos. De bomen daar zijn veel groter en groener dan in de tuin. Mam, pap, ik ga het bos in, zegt Rosa. Ik ga bloemen zoeken en vriendjes om mee te spelen. Goed, doe je wel voorzichtig en voor het donker thuis zijn, zegt moeder. Rosa pakt haar mandje met water en bloemen en ze loopt in de richting van het bos op zoek naar een nieuw avontuur. Het pad gaat steeds verder en verder het bos in. Wat zal hier te vinden zijn? Is hier iemand? Hallo, roept Rosa. Maar er is niemand te vinden in het bos. Alleen maar grote bomen en heel veel bloemen. Rode, groene, paarse en zelfs gele bloemen groeien overal in het bos. Wat een mooie bloemen, zegt Rosa. Rosa begint met plukken totdat ze ineens voor een grote boom staat. Maar wacht eens even. Dit is niet zomaar een boom. Het lijkt wel een... Maar dit is een reusachtige boomhut. De reusachtige boomhut. Rosa staat met open mond te kijken naar de reusachtige boom. Overal steken takken uit en de hut is bedekt met groene bladeren. Midden in de boom staat een soort houten huisje en helemaal in de top van de boom, tussen de bladeren, een rond houten plekje waar je naar de wolken kunt kijken. Wie heeft deze boom het gemaakt? Rosa kijkt om zich heen, maar er is niemand te zien. Ze is nog steeds alleen. Even kijken. Rosa klimt op het trappetje in de boomhut. Hallo? Hallo? Is daar iemand? Roept Rosa. Iemand thuis? Maar er is niemand thuis. De hut is helemaal leeg. Hier en daar wat houten balken en bladeren, maar verder niks. Rosa klimt verder naar het plekje waar je naar de wolken kan kijken. Ze klimt naar boven en ploft languit neer op de grond. Poeh, wat een hoge boom. Even uitrusten, zegt Rosa. Tussen de bladeren door schijnt de zon en hoog boven in de lucht hangt een kleine wolk. Rosa kijkt omhoog en om zich heen, maar er is maar één wolk. Wat toevallig dat er boven het bos maar één wolk hangt. Een hele vreemde wolk zelfs. Het lijkt wel een beetje op een auto. Of is het een hond? Met vreemde ronde stippeltjes. Maar wacht even, het lijkt wel iets heel anders. Het lijkt wel een luchtballon. Wat? Het is een luchtballon! De luchtballon. Is dat echt een luchtballon? Roept Rosa vol verbazing. Vanuit de wolk komt een kleurige luchtballon tevoorschijn met stippen erop.
Waar komt hij vandaan? En wie zit erin? Heeft hij deze boom het gemaakt? Hey, hallo! Rosa zwaait naar de luchtballon. Hij is nog ver weg, maar Rosa kan nog net zien dat er iemand in zit. Het lijkt op een mannetje met een zwart hoedje op. Hey, hallo! Wie is daar? Roept Rosa. Vanuit de verte hoort Rosa geroep. Hallo, roept het mannetje. Het mannetje zwaait terug. Rosa probeert nog harder te zwaaien. Misschien landt de luchtballon wel bij de boomhut. Maar de luchtballon verdwijnt langzaam weer in een wolk, totdat hij helemaal weg is. Wie zou dat geweest zijn? En waar komt hij vandaan? Rosa klimt snel uit de boomhut en rent over het pad terug naar huis. Thuis zitten vader en moeder in de woonkamer. Mam, pap, ik heb een luchtballon gezien, zegt Rosa. Echt waar? En waar dan wel? Zegt vader. In de boomhut, midden in het bos, en daar zat iemand in met een hoed, zegt Rosa. Oh, wat bijzonder, dat zie je niet veel meer. Misschien is hij er morgen weer, zegt vader. Dan ga ik morgen weer naar de boomhut om te kijken, zegt Rosa. Maar eerst tanden poetsen en naar bed, want het is al laat. Het is al bijna donker, zegt moeder. Rosa poetst haar tanden en zet haar mandje met bloemen naast haar bed. Misschien kan ze het mannetje morgen wel een bloem geven. Dan worden we vrienden. Rosa valt langzaam in slaap en hoopt dat het morgen mooi weer is. Storm en wind. Midden in de nacht begint het te stormen en te waaien. Bang, kletter, bang, onweer en bliksem. Rosa ligt in bed en is wakker geworden van de storm. Wat een rot weer, zo kan ik morgen natuurlijk niet naar de boomhut, zegt Rosa terwijl ze naar buiten kijkt. De regen klettert tegen het raam. Overal in het huis hoor je door de kieren en gaten de wind suizen. Oeh, klinkt het door het huis. Rosa trekt haar knieën hoog op en haar deken tot over haar oren. Was het nu maar lekker warm en droog buiten. Plotseling hoort Rosa getik. Het lijkt wel alsof er iets tegen het raam aan tikt. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Rosa doet haar nachtlampje aan en haar sloffen. Waar komt dat geluid vandaan? Ze loopt de woonkamer in. Het geluid lijkt wel vanuit de keuken te komen. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. In de keuken is een klein keukenraampje met een trapje eronder. Rosa klimt het trapje op en opent voorzichtig het raam. Oeh! Flinke spetters waaien naar binnen en vanuit het donker komt ineens iets tevoorschijn. Het lijkt wel een hoed. En dan, plotseling, steekt iemand zijn hoofd door het raam naar binnen. Rosa schrikt en kijkt recht in het gezicht van een klein mannetje met een zwarte hoed. Het is het mannetje van de luchtballon. Buiten het keukenraam staat een gigantische luchtballon midden in de storm. Het mannetje is geland vlak voor Rosa's huis. Wat komt hij doen? Arthur. Hela hola, zegt het mannetje. Hallo, zegt Rosa een beetje verbaasd. Mijn naam is Arthur, zegt het mannetje. Ik ben Rosa. Heb ik jou gisteren in de luchtballon gezien? Ik zwaaide naar je, zegt Rosa. Hela hola, ja, dat klopt. Ik kom uit de wolken. Ik woon in de wolken, waar de wolken gemaakt worden. En ik woon precies boven jouw bos. Gisteren was ik op zoek naar jou, zegt het mannetje. Naar mij? Vraagt Rosa verbaasd. Hela hola, ja, naar jou. Ik wil je namelijk iets vragen, zegt het mannetje. Rosa kijkt een beetje verbaasd om zich heen. Wat wil Arthur vragen dan? Het is verschrikkelijk wat er gebeurt met alle wolken. Alle wolken gaan langzaam op en niemand weet waarom. De allerlaatste wolk hangt hier boven jouw bos. Als niemand iets doet, dan zijn ook de laatste wolken verdwenen. Dan is er geen wolk meer over. Wil jij ons helpen? Ga je mee met mijn ballon en help mij met het maken van de wolken? Dan breng ik je vanavond nog thuis.
op reis. Eindelijk iemand om samen een avontuur mee te beleven. Met een luchtballon in de wolken? Dat is wel spannend. Maar één avond moet wel kunnen, toch? Als ik nu stiekem door het keukenraam klim en vader moeder niet wakker maak? Als je mij voor het licht wordt nog terugbrengt, zegt Rosa. Hela hola, dat is goed, zegt Arthur. Goed, ik kom eraan, zegt Rosa. Rosa trekt haar kleren aan en neemt haar mandje mee met bloemen. Voor elk vriendje één bloem. Wie weet zijn er wel veel meer vriendjes. Rosa doet haar nachtlampje uit en sluipt naar de keuken. Vader en moeder mogen niet wakker worden. Ze stapt het trapje op en het raam uit, zo de luchtballon in. Wat een grote luchtballon! Rosa doet het keukenraampje weer dicht en trekt haar jas goed aan, want het regent en waait nog steeds. Kan de luchtballon dat wel aan? Arthur steekt de luchtballon aan en laat het opstijgen. Hoesh, doet de luchtballon en vliegt zo de lucht in. De laatste wolk. Arthur trekt aan de luchtballon en probeert hem door de storm heen te sturen. Hoesh, de wind giert langs de luchtballon terwijl hij door de regen en de wind de lucht doorzweeft. Bang, kledder, wat een onweer. Rosa houdt zich goed vast aan de rand van de ballon. Maak je maar geen zorgen, deze ballon kan door elke storm heen vliegen, zegt Arthur. De ballon stijgt tot hoog in de lucht waar de donkere wolk hangt. Gaan we daar doorheen? Vraagt Rosa. Nee, daar gaan we in. Hier woon ik, zegt Arthur. De luchtballon verdwijnt langzaam in een donkere zwarte wolk. Je ziet geen hand voor ogen. Je hoort alleen nog de regen en de wind tegen de luchtballon aankletteren. Wat gaat er in de wolk gebeuren? De luchtballon zweeft dwars door de zwarte wolk heen en midden in de wolk wordt het opeens wat lichter. Het lijkt wel alsof er iets in de wolk is. De wolkenwereld. Wat is dit voor iets vreemds? Het lijkt wel een punt van een dak. En nog één. En nog één. En nog eentje. Allemaal daken. Het zijn wolkenkrabbers. De luchtballon zweeft door de wolkenwereld. Overal zijn wolkenkrabbers te zien. Grote gebouwen met wel honderden raampjes erin. Alle wolkenkrabbers staan om elkaar heen en zijn schuin of krom. Sommige zelfs ondersteboven. Snelwegen en winkels, grote kastelen en in de lucht nog ballonnen in allerlei kleuren. Het lijkt wel alsof je in de wolken overal kan staan. Ondersteboven of achterstevoren. Overal lopen mannetjes met hoedjes over wolken en weggetjes. Wat zijn die allemaal aan het doen? Vraagt Rosa. Zij bouwen aan de wolkenwereld, zegt Arthur. De luchtballon zweeft door de drukte heen en landt vervolgens precies op een pad dat naar een andere grote wolk toe loopt. Dit is de wolkenwereld. Samen maken wij de wolken. En wij wonen met z'n allen hier in de laatste wolk boven jouw bos.